De nieuwe districtscommissarissen gaan binnenkort aan de slag in het elk aan hen toegewezen district. De 18 hoofdbestuursambtenaren werden op vrijdag 14 augustus door president Chandrika Prasad Santokhi beëdigd. Op dinsdag 25 augustus had minister Gracia Emmanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport de eer de DC's in hun nieuwe functie te installeren. Het ligt in de bedoeling dat zij een dag later aantreden op hun standplaats nadat de protocollen van overdracht zijn getekend. Het is mij een waar genoegen om u allen te verwelkomen bij deze plechtigheid. Ik wil u allen vanuit deze plecht van harte feliciteren met uw benoeming en installatie als districtscommissaris. Bij deze felicitatie betrek ik ook uw gezinnen die fungeren als uw steun en toeverlaat. Suriname is u zeer erkentelijk dat u uw dierbare afstaan om een publieke functie uit te oefenen en om de samenleving te dienen. U wordt vandaag geïnstalleerd als de eerste burger in uw district. U bent vanaf dit moment en voor de rest van uw leven districtcommissaris voor het hele land. Dit brengt een enorme verantwoordelijkheid met zich mee en betekent dat u zich conform de geldende bepalingen van de districtsverordeningen zeer correct moet opstellen en dat u te alle tijden een voorbeeld moet zijn van uw medeburgers in het district. U zult innovatief en daadkrachtig uw werkzaamheden moeten verrichten. Zoals het u bekend is, verkeert het land momenteel in een diepe financiële crisis. Tegelijkertijd wil ik ook aangeven dat de situatie niet uitzichtloos is. U heeft als directe werkarm van de regering in de districten genoeg handvaten ter beschikking om met de nodige creativiteit en inventiviteit toch een bijdrage te kunnen leveren aan het beteugelen van de huidige economische malaise waarmee het land wordt geconfronteerd. In het kader van de decentralisatiegedachten zullen wij samen met u met inachtneming van de wettelijke regelingen naar de modaliteiten uitkijken hoe de inkomsten in de districten kunnen worden verhoogd, zodat u ook in staat bent om op districtsniveau noodzakelijk uitgaven te kunnen doen zonder interventie van de centrale overheid. Verder wil ik bij deze aangeven dat u als districtscommissaris kunt nagaan wat de potentie is binnen uw district of resort om zo uitputtend mogelijk het maximale eruit te halen. Hiermee kunt u dan u verder tot ontwikkeling brengen. Elk weg naar eindbestemming is moeilijk. Het gaat hobbelig zijn, je gaat drempels zien, je gaat van alles ondervinden, dorens. Maar het is de kracht, het doorzettingsvermogen die je hebt in je, om samen met het volk van Nikeri, in het bijzonder natuurlijk, om de eindbestemming te bereiken. En natuurlijk is het echt wel samenwerken met elk een, met alle actoren, alle mensen. En het komt zeker goed. Welke zijn de beleidsgebieden die misschien op korte termijn extra prioriteit zal genieten? Kijk, in Nikeri vooral de landbouwsector sowieso, de wegen, de zandwegen, straks gaan de mensen oogsten. Dus we moeten ook daaraan gaan werken dat de wegen begaanbaar zijn, dat de mensen die water nodig hebben, dat ook krijgen. Maar ook oppassen dat de mensen die straks gaan oogsten, die mensen ook beschermd worden.
En natuurlijk de jeugd, maar ook cultuur, sociaal vlak, economisch vlak. Je weet, u heeft zelf gehoord van onze vicepresident dat we in een zeer een zwakke financiële situatie zitten. En we moeten daarmee rekening houden natuurlijk. Er is een stop aan een personeel. En we gaan kijken natuurlijk dat we dus met alle personeelsleden die ook dus in dienst zijn genomen. Je weet, er is geen geld, maar we gaan ze dus niet naar huis sturen. Maar we gaan ze te werk stellen. Iedereen moet gaan werken om het district vooruit te brengen. Nou, ik keek allereerst naar het onderwijs. En ik keek ook naar de dorpen. Als ik zeg het onderwijs, dan omvat dat alles binnen het onderwijs gebeuren. Je hebt in het onderwijs de leerlingen die zwak begaafd zijn. Daarvoor ga ik. En je hebt ook de bejaardenzorg. Daarnaar wil ik ook kijken. Mensen met een beperking. En de dorpen die ook aangepakt moeten worden. De wegen die ook gerehabiliteerd moeten worden, geëgaliseerd moeten worden. Dorpen die nog geen leidingwater hebben, dat ze het ook krijgen. Want water is een heel belangrijk ding in het leven. Zonder water kan je niets beginnen. En je hebt er dorpen die zonder water zijn. Ze hebben geen leidingwater. Je moet baden met water. Je moet schoonmaken met water. Alles wat je moet doen, heb je water nodig. Dus ik ga ook daarvoor. Het is een grote verantwoordelijkheid die wij op ons hebben genomen. En dat wij binnen wet en regelgeving onze werkzaamheden doen. Toen ik werd aangewezen dat ik de districtscommissaris zou zijn, heb ik met de verschillende stakeholders in dat gebied vooraf gecommuniceerd. En ik heb geluisterd naar de problemen en de zaken die opgelost moeten worden. En naar aanleiding daarvan heb ik een beleidsplan opgemaakt, 2020-2025, die wij gaan uitvoeren gedurende de 5 jaren in het resort. Omdat ik zeg, als manager, als leider, is het belangrijk dat je met dat je doelgericht beleid uitvoert en dat je een visie hebt waar naar je toe wil gaan. Toch? Is het belangrijk dat je dan beleid alvast ontwikkelt waarmee je gaat werken. Belangrijke zaken die mensen naar voren hebben gebracht is natuurlijk de weg die gemaakt moet worden. Toch? Vaak hebben de mensen aangegeven, vaak hebben ze geklaagd dat de weg niet goed is. En als de weg niet goed is naar dat gebied, dan is dat gebied niet toegankelijk en ook niet bereikbaar. En krijg je dan ook geen ontwikkeling in dat gebied. En daarom een van de zaken die gaat zorgen dat ontwikkeling komt in dat gebied, is dat de weg gemaakt kan worden of geasfalteerd kan worden. Maar daarnaast is elektriciteit ook een heel belangrijk aspect. Als iemand daar een onderneming wil opzetten en die persoon heeft bijvoorbeeld koeling nodig om zaken op te slaan, dan gaat dat niet kunnen. Zo iemand heeft dan de tools niet om eigenlijk te ondernemen. Toch? En die zaken zijn heel belangrijk, zijn twee belangrijke dingen die de mensen steeds aanhalen. Het is natuurlijk een uitdaging om financiële middelen te vinden om deze zaken te realiseren. Maar ik zeg, als DC moet je creatief en innovatief zijn om andere kanalen te kunnen boren. Toch? Om samenwerking te gaan met andere stakeholders, om te kijken hoe wij gezamenlijk de problemen binnen de samenleving of binnen de gemeenschap kunnen oplossen. Communicatie is belangrijk. Toch? Daarom is het belangrijk dat je ook met andere stakeholders gaat praten. Maar natuurlijk ook met de gemeenschap. Omdat de ondersteuning van de gemeenschap belangrijk is als je doelen wil bereiken. We willen ook gaan kijken om de private sector en de public sector naar daar te brengen. Toch? Als we praten over public sector, dan hebben we het over de overheid. Toch? Omdat je bepaalde zaken die de mensen moeten regelen, helemaal naar de stad moeten gaan. Toch?
veel moeten uitgeven om naar de stad te gaan, om terug te gaan. Toch? En we willen de mensen dat voorkomen. En we gaan kijken met de verschillende ministeries hoe wij een paar dependants daar kunnen opzetten, brengen, zodat de mensen hun zaken daar kunnen regelen. Maar daarnaast is ook werkgelegenheid heel belangrijk. En daarom, als we de ondernemerschap gaan stimuleren, dan weten we dat we meer werkgelegenheid gaan krijgen.